Het Waddengebied is uniek door zijn dynamiek. Wind en water voeren voortdurend verschillende soorten sediment aan. Dit zorgt voor variatie in leefgebieden voor verschillende dieren en planten, de zogenaamde biotopen. Boven water wordt zand verspreid door de wind. Zo ontstaan duinen. En onder water transporteert het water een mix van grof zand en fijnere deeltjes. Op de plekken waar het water sneller stroomt, zakt alleen het zwaardere zand naar de bodem. Op die plekken ontstaan zandplaten en banken. Wanneer het water langzaam stroomt, zinken de veel lichtere deeltjes naar de bodem. Daar ontstaan voedselrijke slikbodems. Op plekken in de Waddenzee waar verschillende getijdenstromen samenkomen tijdens vloed, het zogenaamde wantij, is de stroomsnelheid van het water het laagst. Hier ontstaat een heuvel van slik. Geen wadbodem is hetzelfde. Het wad is een lappendeken van bodems met verschillende gehaltes aan zand en slik. Veel verschillende dieren en planten kunnen hierdoor hun eigen leefgebied op het wad vinden. Zo houden wadpieren meer van zand en wadslakjes juist meer van slik. En met hen andere dieren die ze graag op willen eten.